In mijn Italiaanse, Zwitserse en internationale keuken. Vandaag maken we iets heel bijzonders. We maken een Zuid-Italiaans recept wat ik ken uit de Salento, uit Puglia, want ik heb daar mijn wortelen. En dat zijn groene tomaten ingelegd in olie. Jullie kennen dat niet, hè? Nooit gehoord, nooit gezien. Nou, mijn man heeft 6 november de laatste tomaten uit mijn balkon geoogst en gebracht. En ik weet niet hoeveel kilo's dat waren. 5 kilo, 10 kilo, ik weet het niet. Het was ontzettend veel. En dan had ik twee mogelijkheden. Op de ene kant in een glasschaal bij de appels, in de fruitschaal, de tomaten erbij leggen. Dan worden ze langzaam rijp. Dat duurt af en toe 2-3 weken of 4 weken. Of ik had de mogelijkheid dus dat te maken, tomatengroene in te wekken in glaasjes, hè? Inblikken in glaasjes in olie. En ik heb daarvoor mij besloten, omdat dat iets heel speciaals is. Jullie zien na de hand het recept. Belangrijk is nu, de tomaten, die groene en ook de rode, hebben een gif en dat heet solanine. Dat is een toxisch gif. Wie nu bang is om dat na te koken of na te maken, laten het jullie. Wanneer jullie onzeker zijn, laten het jullie. Maar ik heb het recept bevolgd, zoals ze dat doen in Zuid-Italië. En dan kan eigenlijk niks gebeuren. In Zuid-Italië wordt dat gegeten, heel gewoon. Natuurlijk, zo'n blikje eet ik ook niet ineens op. Hè. Dat doe ik open, neem enkele stukken eruit en dan stop ik ermee. En ik beveel dat jullie ook aan, als jullie dat namaken, doen jullie in het begin kijken of jullie dat kunnen verdragen. Ik, mijn familie, mijn kennissen, ik ken niemand die ziek is geworden van deze recept. Maar er zijn mensen die kunnen dat niet verdragen. Dan krijgen ze koppijn, maagpijn, wordt hun misselijk, duizelig. En wanneer jullie die dingen voelen, stoppen, niet meer eten die dingen. Maar juist, ik ben Zuid-Italiaanse, Zuid-Italiaanse wortelen, Zuid-Italiaanse DNA, ik kan het hebben. En ik ben overtuigd met deze procedure die ik maak, wat ik jullie aan de hand laat zien, dat het grootste deel van de vergif, van de gif eruit is, uit de tomaten eruit. Dat er alleen nog een kleinigheid over is, maar dat hebben ook de gewone tomaten, de rode tomaten hebben dat ook. Maar dan moeten jullie bij de rode tomaten heel veel kilo's eten, daarmee jullie vergiffingsverschijnselen krijgen. Ik heb het zeker niet goed gezegd, maar voilà, geeft niks. Oké. Ik laat jullie zien hoe dat recept gaat en ik laat jullie dadelijk meteen nog zien wat ik alles heb ingeblikt in glaasjes dit jaar. Ik doe dat zo maken dat ik koop groenten wanneer ze aangeprijsd zijn, dus afgeprijsd zijn, wanneer ze goedkoop zijn, wanneer het hun tijd is. Hè? Zoals de rode kool, die was 2-3 weken geleden, had ik heel goedkoop kool kunnen krijgen, rode kool. En dan heb ik 6 rode kools gekocht, zo reuze dingen, en heb die ingeblikt in glaasjes. En ik laat jullie dat zien, dat maak ik altijd zo. Sinds 2-3 jaar maak ik dat echt extreem. Omdat ik dan in de wintermaanden, wanneer dan niet zoveel groenten te koop zijn, of ze zijn duur en de kwaliteit is niet zo goed, ga ik een glaasje optrekken en ik heb verse, lekkere dingen. En de vitamines zijn ook nog behouden, zoals bij de pepperoni in olijfolie gemaakt en zo ingeblikt in olijfolie. Heerlijke dingen. Maar goed, we gaan nu naar de tomaten en ik laat jullie dan zien wat ik alles heb ingeblikt. Doei allemaal, fijne dag. Doei. Hier mijn ingeblikte groenten die ik zelf heb ingeblikt allemaal. Een deel wordt nog cadeau gegeven, een klein deel. Een deel heb ik al cadeau gedaan. Het was nog meer. Eigenlijk moest je de helft ervan zeker naar Nederland. Maar zoals de dingen staan, gaan ze niet naar Nederland. Eten we ze zelf. En ik geef een deel aan mensen hier in mijn omveld. Ik heb ook een nieuwe vriendin, een hele leuke. En die vindt het zalig mijn spullen te krijgen. Zo mensen, kijk. Dat is de Savoie-kool. Die heb ik ingekookt. Dat heb ik niet met azijn gemaakt. Dat heb ik gewoon water genomen. Heel veel kruiden genomen. Die kool kort gekookt. Dat is ook blancheerd noemen ze dat. Professionele weten dat. En dan in het glasje geduwd. Dat was best moeizaam. En dan de hete
dat heette, die heette bouillon, kruidenbouillon, overheen gedaan, deksel dicht en dat ging vanzelf vacuüm maken. Dan hier uien in azijnwater met heel veel kruiden ingekookt, super lekker. Dan hier ingekookt knoflook om zo te eten of bij eten erbij leggen of eronder doen. Mijn lekkere, beroemde rode kool, ingeblikt, super lekker. Dan, wat niet mag missen in de Italiaanse huishouding, zelfgemaakte tomatensaus. Zonder dat gaat het niet. Dan hebben we iets, daar is een beetje meer werk voor nodig. De ingewekte, ingekookte paprika's in olijfolie. Also half olijfolie, half zonnebloemolie. Dan moet je de paprika's eerst plancheren. Kort in een kruidige water met azijn erin. Dan haal je het eruit, afkoelen, in de glaasjes doen, olie erin, kruiden erin. Ik heb deze keer knoflook en chilies erin gedaan, de olie erin gedaan. En dan voor 45 minuten in de bakoven, 120 graden, het dichte glas zo erin doen. Gaat die onder vacuüm, beweegt niks meer en blijft lang houdbaar en is erg lekker. En dan mijn lievelingseten, een van mijn lievelingseten, crema di peperoni, paprika crème, heerlijk om over de spaghetti of pasta en heerlijk om kaas in te dippen, super lekker. En ook dat onder vacuüm. Hè? En natuurlijk het einde nog eens onze tomaatjes, onze groene tomaatjes. Jullie zien, iedereen van jullie, wanneer jullie tijd hebben, jullie tijd nemen, jullie kunnen dat doen en jullie hebben super lekker eten wat niemand heeft en vooral ook gezond. Voor de wintermaanden. Dus, doe je allemaal. Zo, hier zien jullie mijn groene tomaat, een kleine deel ervan. Ik wou dat jullie even laten zien dat we die moeten wassen. Een grote schaal met schoon water. En zout hebben we nodig. We gaan de tomaten een beetje schoonmaken. We verwijderen de stelen en wassen die. Dan gooien we de tomaten op een handdoekje en drogen die goed af, die tomaatjes. En dan heb ik die veehobel gevat. Dat noemen ze in Duits veehobel. Dat is een heel makkelijk ding. Dan kan ik heel snel een grote hoeveelheid tomaten snijden. En die heb ik dan opgestoken op dat ding, daarmee ik mij niet de vingers snij. En zo heb ik alle tomatenschijven in dezelfde dikte. En dat vind ik heel ideaal. Zien jullie? Het zijn allemaal net zo dik. En doe ik die groene tomaatjes in een vergiet leggen. Zien jullie? En doen we flink zout erop. Also echt flink zouten. Hè? Want die tomaten moeten hun vochtigheid, hun water verliezen. Dat is heel belangrijk. En dan gaan we het tweede laagje opleggen. En dat doen we net als bij lasagne. Na ieder laagje doen jullie flink zout opgooien. Hè? Dat is echt super belangrijk. En dan het laatste laagje ook goed zouten. Dan doen we een bordje erop. En ook een gewicht erop als jullie willen. Een steen of een liter water erop zetten in een kannetje. En laten jullie dat 24 uur zo staan. Hè? Want die tomaten moeten echt vochtigheid verliezen. En die verliezen veel vochtigheid. Na 24 uur hebben we die tomaten. Die zijn in het zout blijven staan. Hier heb ik een liter azijn en een liter water. Nemen jullie een goede azijn en een grote schaal, glasschaal. Dan doen we die tomaten die aan vochtigheid verloren hebben en al de kleur een beetje veranderd hebben. Zien jullie de vochtigheid?
schudden we dat in die grote schaal. Zo, en dan doe ik water erin. En azijn erin. Dat heb ik zo gedaan omdat mijn man niet zo erg van houdt van die azijnsmaak. Wie geen probleem heeft met azijn, kan ook 3/4 azijn erin doen en 1/4 water. Hè? En wie het nog chiquer wil, kan witte wijn gebruiken in plaats van azijn. Dan leggen we weer gewicht erop. En we moeten om de uur een beetje die tomaten roeren. En dat blijft ook 24 uur in die waterazijn erin. De volgende dag gaan we handschoentjes aandoen. Die wassen we onder heet water. Nu gaan we heel schoon werken. Nog schoner dan normaal. Jullie zien, de tomaten hebben aan kleur verloren. Ze zijn veranderd. Het is niet meer hetzelfde product. En dan moeten ze afgegoten worden, want ze moeten nu gedroogd worden. Ze moeten gewoon drogen, ze mogen niet zo kletternat zijn. Dan leggen we die tomaten weer op een handdoekje. Om ze af te drogen. Heb ik bijna vergeten dat ik die tomaten nog een beetje wou uitdrukken in het handdoekje. Waarmee nog meer vochtigheid weggaat. En dat is best goed gelukt allemaal, zien jullie? Mooie tomaten. Zo, en dan hebben we dus kruiden nodig om die tomaten op verschillende manieren in te blikken. Dus we hebben de groene tomaten nodig. Dan voor de eerste variatie kapertjes, knoflook en pepertjes, Spaanse peper en pepermunt. Voor de tweede variatie knoflook, zwarte olijven, oregano en kapertjes. En de derde variatie kapertjes, Spaanse peper, knoflook en sardientjes. Jullie kunnen ook tonijn nemen en natuurlijk oregano. Jullie kunnen ook tonijn nemen of anchovies. Dan maak ik een mengsel van half zonnebloemolie, half olijfolie. Omdat olijfolie best te duur is. Dan zien jullie hier de appels in een schaal met de rode tomaten. Willen jullie tomaten nalaten rijpen? Die worden niet meer rijp bij jullie in de tuin. Halen ze jullie binnen, leggen ze jullie bij de appels, dan worden ze vanzelf rijp. Zo, dan gaan we met onze eerste compositie beginnen. We doen de kapertjes afschudden. Dan zijn al afschudden, een schaaltje doen, doen we van die olie half erin, 200 milliliter. Dan doen we pepertje, Spaanse peper erin. Daar geef ik jullie geen hoeveelheid aan wat jullie moeten gebruiken. Dat is echt puur naar smaak. Hè? Iedereen heeft een andere smaak. Ik hou van pittig, ik hou van veel knoflook. Dus jullie hebben gezien, ik heb ook veel knoflook erin gedaan. En dat is dus de pepermunt. Dat doet men bij ons in Puglia ook erin. Dat geeft een extra lekkere, frisse smaak. Dat is wel voor jullie misschien heel apart. Maar dat is heel lekker, echt wel. Zo, en dan doen we tomaten in die olie erin. En dan gaan we dat roeren als was het een salade. Hè? Want die tomaten nemen dan de olie al een beetje aan. En de kruiden natuurlijk. En die glaasjes zijn allemaal steriel. En daar doen we ook een deel van die olie erin. En dan beginnen we de tomaatjes in te blikken. En bovenaan doe ik een laurierblad erin. Het is van mijn eigen balkonnetje, mijn eigen laurierboom. En nog een beetje olijfolie erop.
En dan laten jullie dat glaasje met het dekseltje erop, maar niet dicht doen, 2 uur staan. En na 2 uur nog eens controleren of er nog meer olie bijgevoegd moet worden. En als ja, nog een beetje olie erbij, maar niet tot bovenaan. En dan de glaasjes, de deksels dicht doen. Hè? Dan gaan we met de tweede recept door. Weer kapertjes, weer 200 ml olie. Deze keer oregano erin, knoflook erin. En zwarte olijven. En ook hier, ik zeg jullie niet hoeveel jullie moeten erin doen. Wezen jullie niet bang. Kruiden en zo kruidenhoudige levensmiddelen zijn erg lekker. Die kunnen iets niet, dat kan niet verpest worden. Hè? Dan tomaten erin. Alles weer roeren als een slaatje. Een beetje olie erbij, want die tomaten moeten echt, in ieder hoekje moet olie komen. Hè? Dan zijn we aan de zekere kant dat het niet slecht kan worden. Nog een beetje oregano erbij. Nog eens een beetje olie. En dan weer een glaasje steriel erbij halen. Olie erin. En de tomaten met de kruiden invullen. Hè? En nu het glaasje vol is, ook een beetje drukken. En dan dat laurierblad erop, olijfolie erin. Aan de zij leggen. Dat is de derde variatie. Daar heb ik al olijfolie, kapertjes en oregano erin gedaan. Als een mengsel van olie. Hè? Half olijfolie en half zonnebloemolie. En dus de sardientjes nog erbij. In stukjes gesneden. Nemen jullie echt anchovies? Ik vind dat lekkerder met anchovies of tonijn. Omdat die vis sterkere smaak hebben. Maar mijn man houdt niet zo van zo sterk smakende vis. Dan weer de Spaanse peper. Spaanse peper uit mijn balkon. En de knoflook. Jullie zien, ik hou erg veel van knoflook. Nog een beetje olie erin, dat was echt te weinig. Dan tomaten invullen in die glasschaal. En ook hier weer roeren, daarmee alles goed gemengd wordt en dat een beetje tomatenolie afkrijgen. In steriel glaasje weer olie invullen en de tomaten inblikken. Dat is weer dezelfde procedure zoals bij de andere glaasjes. Laurierblad erop, een beetje olie erop. En aan de kant zetten. Na 2 uur doen jullie ingeblikte tomaten nog eens controleren. Is er nog een beetje olie nodig? Als ja, een beetje erin doen. Want nu gaan we ze steriliseren. We doen alle tomatenglaasjes in de koude bakoven. We doen de bakoven op 130 graden aanzetten. En dan laten jullie het gehele 3 kwartier bakken. Zonder omlucht, zonder die hete lucht. Hè? Gewoon normale bakoven. Hè? Dan zetten jullie die bakoven uit. En dan laten jullie die glaasjes de hele nacht in die bakoven staan. En pas de volgende morgen bakoven open doen en eruit halen. En die zijn allemaal steriel onder vacuüm. En dat heb ik gemaakt, daarmee die tomaten heel lang houdbaar blijven. Ja? Ik wens jullie veel kijkplezier. Misschien koken jullie na. En doei doei. En een like als het kan. Doei allemaal. Doei doei.